Nou, ik hoop dat er een hoop ondernemers zijn, een hoop ondernemers die mijn boeken lezen. Maar omdat er ook ondernemers zijn die geen boeken lezen, heb ik van het eerste boek open en nu weer van het nieuwe boek zelf de officiële samenvatting gemaakt. En dan kun je in een uur nog eens een keer nalezen wat ik zeg, een deel van wat ik vanavond vertel, want vanavond vertel ik ook wel wat dingen eromheen. Wat de essentie is en hoe je het doet, want mijn hele Calimero marketing verhaal is een heel praktisch verhaal en hangt in feite aan de hand van 10 spelregels. 10 dingen die je als ondernemer zou kunnen doen als je denkt van oké, ik ben ervan overtuigd dat mensen zaken doen met mensen en dat mensen met mijn bedrijf zaken willen doen en dat ze met mij zaken willen doen. En die ga ik zo vertellen. Tenminste, ik ga er wat uit vertellen. Maar voor ik mijn 10 spelregels vertel, vertel ik bijna altijd een anekdote uit mijn leven en ondanks het feit dat die twee hem al gehoord hebben, denk ik dat ik hem toch maar even doe. Toch? Of zijn er meer mensen die de anekdote kennen? Nee, hè? Hij gaat als volgt. Ik heb net verteld dat ik een faillissement heb meegemaakt. Wat ik nog niet verteld heb, is dat vlak daarvoor mijn toenmalige levenspartner na 11 jaar besloot om te gaan emigreren en dat ik niet uitgenodigd was om mee te gaan. Wat het leuk is, mensen aan me lachen. Oftewel, ik werd eerst gedumpt. Wat zei je? Die had zijn marketing goed gedaan. Ik werd eerst gedumpt en toen ging mijn bedrijf failliet. Een aantal van jullie zullen snappen. Nee, ik ben al lang blij dat het mijn telefoon niet is. Een aantal van jullie zullen snappen dat de zomer van 2001 niet mijn zomer was. Het is wel een leuk deuntje, toch? Ja, ik wacht gewoon ervoor. Wij hadden net een enorme... Ik zei dat mijn grootste angst bij presentaties geven is dat de batterijen van de microfoon ergens halverwege ophouden. Maar zo'n... Nou, ja, nee, dat is niet mijn angst hoor. Dat is jouw angst dat de telefoon afgaat. Ik sta niet verschut. Nee, dat is heel flauw. Ja. Ik ben een beetje nerveus. Anekdote. Ik werd gedumpt. Jullie gingen lachen. Hartstikke leuk. Maar zomer 2001 was niet mijn zomer. Het was niet mijn jaar. Toch gebeurde er iets heel bijzonders. Een vriendin van mij ging een weekend uitwaaien op een Waddeneiland, vroeg of ik mee wil. Ik denk, ja, ik heb niemand om voor thuis te blijven, dus ik met haar naar vanuit Tilburg, 3 uur in de auto, uur op een boot, uur in een bus, jeugdherberg aanland, hartstikke leuk. Wij de bar in, laat naar bed, volgende ochtend wij de bar in. Zaterdagmiddag denk ik van, nou ja, ik heb nou de takkeneind gereisd, ik heb ook wel zin in een strandwandeling. Dus ik zit aan de bar, zij zit er niet naast, ik vraag ze om me heen, wie heeft er zin in een strandwandeling. Maar twee heren die ook wel zin hadden aan het strand te gaan wandelen. Dus wij met z'n drieën richting het strand. Ik liep in het midden, had niks in de gaten. Maar goed, ik was 35 voor de allereerste keer in mijn leven vrijgezel, want ik was van huis uit gaan samenwonen. Voor de allereerste keer vrijgezel en maakte mij een beetje zorgen of ik misschien bij over zou schieten. Je kunt mijn angst hebben. Hè? Die staat overigens hoger, geen partner vinden, alleen blijven staat hoger dan die spreken in het openbaar. Hoor. Dus dat ik me daar zorgen over maakte, was vrij logisch. Toen zei de man rechts van mij van, nou misschien is het dan leuk om een kansberekening te maken van hoe groot de kans is dat jij in je leven de ideale partner nog gaat treffen. Ik denk, oh, die vind ik wel leuk. Dus van, nou ja, leuk, wil ik wel weten. Hoe komen we erachter? Hoe berekenen we dat? Ze zei van, nou dan moet je beginnen met te vertellen aan welke criteria die ideale partner moet voldoen. Nou ja, ik ben een vrouw, dat is niet zo moeilijk. We hebben zo'n hele waslijst, hè, wat we willen dat hij heeft en dat hij kan en dat hij doet en noem het allemaal op. Maar goed, ik kwam met mijn wensenlijstje. Ik heb het niet over uiterlijkheden gehad, dus ik was niet super kritisch. Maar aan het eind van mijn wensenlijstje, met al die criteria die ik had, hè, een man, ideale partner, niet te oud, niet te jong. Grote bankrekening. Doen, wat zei je? Grote bankrekening. Oh, ik dacht dat iemand zei grote auto. Nee, ik verstond iets anders. Maar er zitten hier vrouwen die heel vies denken vooraan. Oh, jullie hoorden dat ook. Dat staat in dat dikke boek. Ik raak nooit van mijn apropos, maar het gaat vandaag echt een keer lekker. Maar goed, ik had dat wensenlijstje, niet te oud, niet getrouwd. Ik had zo'n lijstje. En aan het eind van mijn lijstje bleek dat in Nederland tussen de 2.000 en de 4.000 mannen wellicht mijn ideale partner zou kunnen zijn. En toen zei een wijze man rechts van mij, want hij was afgevallen, want hij was te oud. Die zei, Karen, weet je wat jij zou moeten doen? Je moet niet zelf op zoek gaan naar de speld in de hooiberg. Maar je moet zorgen dat jij een vuurtoren wordt. En dat al die mannen in Nederland die jouw doelgroep zijn, jouw lampje zien. En dan hoef je alleen nog maar ze de weg naar je te wijzen. En dan kun je vervolgens zelf bedenken of jij ze leuk genoeg vindt. Volgens mij
Is dat wat je als ondernemer zou moeten proberen te bereiken als kleine ondernemer? Ik heb dus straks gevraagd, hè, hoeveel klanten willen jullie zo'n beetje? Als je relatief weinig klanten wilt. En het werkgebied waar wij die klanten uit willen halen is allemaal veel groter dan dat we die mensen willen. En eigenlijk, als je maar zo weinig klanten wil, ga je twee dingen doen. Of je gaat op zoek naar de spelden in de hooiberg. Ga je ze zelf zoeken. Die mensen die jouw potentiële klant zijn, die aan jouw wensenlijstje als ondernemer voldoen. Hè, want dat zijn jouw potentiële klanten. En dan moet je vervolgens gaan proberen om die mensen klant te maken. Dan moet je actief aan de slag met acquisitie. Soms zelfs met koude acquisitie. Is de duurste manier om aan meer omzet te komen. Kost het meeste tijd. En is ook nog de meest frustrerende manier om aan meer omzet te komen. Dat is zelf zoeken naar de spel in Noorberg. Het andere alternatief is dat je probeert om een vuurtoren te worden als ondernemer. Dat je jouw licht laat schijnen over dat hele gebied waar jij je klanten vandaan wil halen. Of je ze alleen nog maar de weg naar jouw bedrijf te leiden. Of te wijzen, zorgen dat ze kunnen vinden. En dan kan jij vervolgens bedenken of dat de klanten zijn voor wie jij graag wil werken. Of de mensen die, of bedrijven die jij graag als klant wil. En dan komen er altijd 10 spelregels om een vuurtoren te worden.